kunnen normen en waarden zonder religie? Wij lezen vandaag uit Gebed van een onwetende van Multatuli. Normen en waarden. Het zijn terugkomende thema's. Er wordt wel eens gesteld dat de echte normen en waarden eigenlijk altijd samenhangen met religie. Zonder religie, zonder de vrees voor een oppermacht, zouden mensen maar losgeslagen zijn en als beesten leven. Toch is het vreemd dat juist in landen waar strenge religieuze normen en waarden van bovenop worden afgekondigd, er vaak meer moorden, diefstallen, drugsverslaving en andere problemen opduiken dan bijvoorbeeld in Nederland, waar mensen vrijer zijn. Ook mensen die religieus zijn in Nederland houden zich heel wat minder streng aan die oude regels van hun geloof. En ook met hen gaat het hier beter. De klassieke God, die in het verleden werd voorgespiegeld als wraakzuchtig, voortdurend straffend, blijkt niet zo goed te werken in een vrije samenleving. Het dwingt geen normen en waarden meer af. En misschien is dat ook maar goed ook. Juist voor die normen en waarden. De beroemde 19e-eeuwse schrijver Multatuli wijdde daar ooit een paar prachtige zinnen aan. Hij schreef: "Ik zie niet in waartoe een God ons dient in het scheiden van het boze en het goede. Integendeel, wie het goede doet, opdat een God hem lonen zou, maakt juist daardoor het goede tot iets kwaads, tot handel." Dat is mooi gezegd. Als je alleen maar goed doet vanwege een soort prijs, dan ben je dus eigenlijk niet echt bezig met goed te doen. En omgekeerd trouwens ook. Als je slecht gedrag alleen maar laat omdat je bang bent voor straf, dan is dat toch eigenlijk ook niet goed. Normen en waarden moeten niet worden opgelegd, maar worden bijgebracht. Maak het goede niet tot handel. Multatuli zegt dat. Ik wens u een vrijzinnige week.